Ik sta hier nu voor de Noorderkerk in Groningen. Een van de locaties waar dit jaar ook Noorderzon plaatsvindt. Zometeen gaat hier echt een Noorderzon voorstelling plaatsvinden. Eentje waar geluid en beeld samenkomen. Een Liquid Landscape gaat optreden en ze worden daarbij ondersteund door beelden van Lex Vasseur. En wij gaan een kijkje binnen nemen. Noorderkerk als een locatie, hebben jullie daar zelf voor gekozen of is dat toegewezen door Noorderzon zelf? Dat is eigenlijk door Noorderzon toegewezen, maar uiteindelijk denk ik dat we heel erg blij zijn met deze plek, want het is echt geweldig. Ik ben afgestudeerd met een film die ik gemaakt heb met en voor deze jongens. Wat er vanavond in première gaat is de live versie met live muziek, live VJ set in installatievorm. Dus dat is een hele mond vol, maar het is het zoveelste kijken wat kunnen we doen met het materiaal wat we hebben. Noorderzon heeft gezegd, nou kom maar op, dat durven we wel aan en dat is te gek. Ik heb ze zeg maar de band losgezien, maar ook Lex de video losgezien en zo'n combinatie vond ik heel erg mooi. Ja, ik vind het wel echt van Noorderzon. Noorderzon is een heel gevarieerd festival met veel crossovers. Ja, ik denk wel dat het de beelden en de atmosfeer bijgezet moeten worden om het een Noorderzon act te maken. Ik vond dit ook wel een interessant experiment met die schermen zo en ook aan de zijkant, achterkant. Vind jij ook dat het wel typisch bij Noorderzon past? Ja, dat denk ik wel. Kijk, als je alleen als bandje hier speelt, dat past niet echt bij Noorderzon als project. Noorderzon is toch vaak echt projecten en echt een wat bredere vorm van kunst. Nou, ik denk dat wij dat hier ook wel laten zien. Je probeert het bandaspect te verbreden door er visueel iets aan toe te voegen en mensen echt een bepaald gevoel en verhaal mee te geven. En ik denk dat dat wel is wat Noorderzon ook is. Vanavond wel echt een heel uitgebreide set met een groot scherm achter ons en twee voor ons. En het is, het hangt per podium hangt er vanaf wat we kunnen doen. Maar eigenlijk willen we dit zo vaak mogelijk op de planken zetten. Dit was alweer de tweede aflevering van Pop-up op Noorderzon. De volgende keer gaan we kijken bij de afbouw, dus hou onze site 3 voor 12 Groningen in de gaten.